We rijden mee met de politie Oost-Brabant bij Wijk en Aalburg op de N267. Surveillant Erik en Gerard hebben een Mercedes-bestuurder in de peiling die opvalt door zijn rijgedrag. Daarnaast blijkt hij ook nog eens een verkeersboete van €81 te hebben openstaan. Ja, ja, dat is sportieve rijden. Zo gaat hij. Oeh. Hij zal niet zo hard kunnen. Top, hij gaat toch voor de tweede. Diesel, maar... Hij probeert het wel. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. Ik zei net dat het lekker was. 87. Dan doe ik even kom je uitlopen. Erik heeft een tweede trajectmeting gestart en die pakt iets hoger uit dan de eerste. 102. Waar die 60 mag. Ja. Oh. Ja. Haast. Ja. En dat blijkt wel uit deze actie, want de Mercedes-rijder hoekt om zijn voorganger heen. De schoonheidsprijs verdient het allemaal niet, dus besluiten de surveillanten deze bestuurder maar eens staande te houden. Deze? Ja, hij heeft een inneming met nodig. Ja, dat snap ik. Dus, is het maar uw rijstijl? Nou, ja. Begin het mee. Ja, die meneer, ik zit al heel... Ja, nou, vertel eens. Ik reed gewoon achter die blauwe auto aan. Die mensen stonden in de weg en ik... Ja, hij begon te slippen, zeg maar, toen ik hem voorbij stuurde. Dat was daar, een eindje terug. Nou, maar we zitten al een heel tijd eerder achter u. We zitten al vanaf... Ja, laten we zeggen, de rotonde N267. Bij Veen zitten we al achter u, bij Wijk en Aalburg. Zo, ik rijd heel normaal. Nou, dan gaan we zo meteen laten zien hoe normaal dat u rijdt. Maar mag ik uw rijbewijs even? Ja, die heb ik niet. Nee, die heeft u niet, hè? Nee, die heb ik niet. Nee. Heeft u een ander legitimatiebewijs bij? Nee, heb ik ook niet bij. Ik heb niks bij. Staat de auto op uw naam? De auto staat op mijn naam. Ja. Ja, want u moet nog iets betalen. Moet ik nog iets betalen? Ja, €81. Want uw rijbewijs wordt anders ingenomen. Waar is uw rijbewijs dan? Ja, die ben ik kwijt. Die bent u kwijt? Ja. Maar even in de auto zitten, dan zullen we laten zien of alles wel zo goed is met uw rijstijl. Ja? Dag meneer. Nou, wat dingen omschrijven. Maar eigenlijk, hier kondigt u zichzelf al aan, hè? Ik ben al te laat. Ik moet gaan werken. Ja, nou, komt er helemaal niet meer van, u terwijl. Nee. Hoe kunnen jullie toch niet iemand zijn dag vergallen? Oh. Nou, heb wij het dadelijk gedaan? Ja, ik heb gewoon een gruwelijke pesthekel aan volk zoals jullie. Maar ook aan heel veel andere mensen, hè? Maar jullie vergallen mijn dag helemaal. Ja. Ik heb al geen geld. Ja. Ja. Jullie kleden mij gewoon. Wie doet dat? Top de teen helemaal uit, jongen. Ik ben er helemaal scheid ziek van. Kijk maar eens hoe gerijd. Of dat goed is. Ja. Slippende banden de hele tijd. Ja, en? Het is mijn bus toch? Ik mag toch slippen? Ik betaal wegenbelasting. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat dat meneer ook voor de cursus in aanmerking komt. Ja. Heb ik al lang gehad. Nou, ja. Nou, dan komt hij nog een keer. Maar goed, dan gaan we hier inhalen, hè, deze weg. Hoe hard mag u hier? Hier mogen we 60. Ja. Hoe hard rijden we hier? 120. Komen wij veel dichterbij bij u? Jullie komen niet veel dichterbij. Ik rijd een blauwe wagentje achter. Mm-hmm. Ja, die is ook lastig zeker. Nee, die niet. Die juist niet. Oh. Net wel. Die volgde ik. Dat was een andere wagen die daar stond. Niet helemaal zo dwars gelopen lullen, want daar heb ik gewoon een pesthekel aan, weet je wel. Godverdomme, iemand anders leggen pest. Rustig aan, hè. Rustig aan, want anders kom jij ook niet meer op uw bouw. Nou, dan gaat heel lang duren. Ja. En dan zit er nog iets met je rijbewijs wat niet in orde is. Rijbewijs ligt bij jullie. Die is ongeldig. Ik zit met mijn bedrijf hier, terwijl ik moet werken. Ik kan niet zonder mijn auto. En ik heb het geld niet om er iemand voor een dienst te nemen. Ik moet toch iets... Moet ik maar gaan stelen? Willen jullie dat ik gaan stelen? Nee. Heb ik vroeger ook zat gedaan. Dan moet ik dat weer gaan doen. Ik probeer het op een eerlijke manier te verdienen nou. Jullie maken het mensen zo moeilijk, ja, dat je wel criminaliteit krijgt. Maar dat is niet erg. Heb je vandaag nog gedronken? Ik heb net thuis een heerlijk flesje bier op. Dat dacht ik.
En daarom komt het blaasapparaat er direct aan te pas. Diep ademhalen, 4 seconden, krachtig uitblazen. Geweldig. Dat is in orde. Dat weet ik ook wel. Ja, maar nou weet ik het ook. Daar ging het om. Dat is toch mooi? Maar dat gaat zo niet goed komen als je zo blijft rijden. Want ja, er gaat weer een melding naar het CBR. Ah, nou, weer een boete. Ga de grandioze gang maar, jongen, want je hebt er maar echt niet mee. Ik moet toch vreten, hè. Mijn vreten ligt om mijn... Daar heb ik mijn bus voor nodig, dus. Ja, je bent niet het antwoord verplicht. Heb jij een brief gehad over die inneming van jouw rijbewijs? Dat zou heel goed kunnen. Maakte jij jouw brieven niet open dan? Die maak ik wel open, maar als ik een dikke vette brief van het CBR zie, ja, dan knikker ik hem al in het oude, bij het oude papier. Oh. Maar goed, je rijdt met een rijbewijs waarvan... Ja, waarvan je weet ja, dat je dat in moet leveren of dat je een boete moet betalen. Nou, dat wil zeggen dat dat strafbaar is. Dus jij mag helemaal niet rijden met die auto. Nee. Je bent niet het antwoord verplicht, heb ik dus straks al gezegd. Wat wil je daarop zeggen? Wat ik dan wil, waarop ja. Wil zeggen? Ja, en iets normaals, hè? Dus zonder te schelden als het kan. Oh, nee, dan laat maar. Ja? Oké. Okay. Dus jij wil geen verklaring afleggen daarover? Nee. Oké, okay. Shoot. Wil je nog afschriftjes van de bekeuringen? Ja, doe maar. Ja? Dan kan ik ze bij de stapel gooien. Nou, mijn collega heeft het al gezegd, hè? Je wordt ook aangemeld bij het CBR. Hè? Want jouw manier van rijden, samen met jouw manier van reageren op alles... en het ligt aan iedereen en alles, behalve aan jou... Daar willen wij niet op de weg hebben. Ja. Hou er rekening mee dat je in de gaten gehouden wordt. Ja? Ja? Dus iedere keer als je dan aan de kant gezet wordt... dan ben je voor uw eigen vreten, zoals jij dat zegt... ben je uit uw mond aan het besparen, hè? Want dat geld, dat moet ergens vandaan komen. Ja. Nou, op het moment dat je vast komt te zitten, kun je ook niet werken. Nee, en dat is wel een gevolg, hè? En dan kost het jullie geld. Ja, dan krijg ik, maar ook krijg, jou. Dan krijg ik onderdak. Ook jou, want jij kunt niet werken. Ja, maar dan krijg ik wel onderdak en vreten voor niks. Ja, nou oké. Okay. Je moet eens proberen om iets te doen aan het probleem wat er is, hè? Dat wat kan niet, want dat kost zo fucking veel geld ja, dat ik dat niet kan betalen. Ja. Ja, en zo is het met nog 100 miljoen anderen hier in Holland. Ja, ja dat klopt. Maar ja, die 100 miljoen anderen... Er zijn dan maar 16 miljoen, maar... Nee, maar ik snap wel wat ik bedoel. Jullie maken het de mens zo moeilijk, hè, dat mensen jullie wel gaan haten, gewoon, weet je wel. Ja, maar dat... Jullie doen het allemaal zelf. Tenminste, jullie zelf niet. Ho, en jullie baas. Jullie zijn ook jong geweest, geloof ik, of niet? Het is nou alleen zo strak aangetrokken, hè, dat niemand niks meer kan doen. Ik ben nog steeds jong, zeggen ze tegen mij. Nou, je ziet er niet uit. Stap er even uit. Dan geef ik jou de bekeuringen. En dan kan je weg vervolgen. Hartstikke mooi. Dit zijn ze. Die ene is voor de snelheid, hè? 102. Gecorrigeerd 98, waar je 60 mag. Dat is één. Ja. En deze is voor het rijden met een auto. Nee, terwijl jouw rijbewijs is gevorderd in gevolge de wetmelder. Dus door het CIB. Hartstikke mooi. Alsjeblieft. Kijk, ik zal hem inlijsten. Ja, goed. Ja? Deze wegpiraat raakt van de regen in de drup, want naast de snelheidsovertreding is hij met een ingevorderd rijbewijs achter het stuur gekropen. Hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden en daarnaast wordt hij aangemeld voor een 3-daagse EMG-cursus waarvan hij de kosten zelf moet betalen.